Hier hebben we verschillende rassen met hazelnoten. Niet alleen rassen, maar ook soorten. Dit is de lange Spaanse. Het zijn hele mooie lange rechte noten. De noten die zijn meestal niet zo lang als dat de vrucht is. Dus eigenlijk zo lang als de schaal is, maar die zijn meestal iets kleiner. Dat zullen we zo nog wel even zien. Dit is de Corylus colurna. En we horen steeds meer dat mensen de Turkse boomhazelaar aanplanten in de voedselbos. Dat hebben we dus zelf 9 jaar geleden ook gedaan. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat deze eigenlijk als hazelnoot helemaal geen nut heeft. Want je hebt wel hele mooie vruchten. Tenminste de omhulsels, dat ziet er echt heel imposant uit. Je hebt misschien wel zulke clusters, dat je een handvol hebt met vier van, waar 4 noten in zitten, heb je een handvol. Het ziet er imposant uit, maar de noten die erin zitten, dat is niet meer dan dit. En die noten zijn dan eens een keer heel moeilijk te kraken. En dit is de Hallesche Riesen, of Jante Halle, of de Bollewiller. Dat is 3 namen voor dezelfde noot. Ik vermoed dat ze in het verleden een keer verspreid zijn geweest naar verschillende landen en dat ze daar een eigen naam aan geplakt hebben. En dat door de jaren heen de kennis toch weer verzameld is en dat de mensen erachter komen, hé, dat is gewoon Jante Halle. En dit is een hele onbekende. Dit is de Barcelona. En eigenlijk is dit een van de meest geteelde noten. Hazelnoten moet ik dan zeggen natuurlijk. Van heel de wereld. En toch, in Nederland kennen we dit ras helemaal niet. Dit ras is groter als de Jante Halle. En is eigenlijk ook groter dan de lange Spaanse. En de smaak is gewoon echt heel goed te noemen. En ik ga zo meteen even een pak kraken. Ik ben benieuwd hoe ze onderuit komen, want sommige die waren nog van vorig jaar. En vorig jaar waren er heel veel redelijk leeg, doordat het te droog was. En we hebben toen niet water gegeven. We zitten op droge, schrale zandgrond. De plekken waar wel voldoende water is geweest, daar waren ze wel heel mooi gevuld. Maar de droge zandgronden waar geen water extra gegeven is, ja, dat viel gewoon tegen. Dan begin ik gewoon met de lange Spaanse. Dat doe ik nu met een waterpomptang. Kijk, dan knapt hij los. Nou, je ziet al, dit is weer zo'n hele leuke fopdop. De kern die is gewoon verdroogd. Dus eigenlijk in het begin van de zomer is de hele schaal gegroeid. En na de langste dag, dat gebeurt bij walnoten ook, dan zie je dat de kern gaat groeien. Nou, dat is dan een watertekort. Dus ja, dan heb je een hele leuke schaal. Maar wat erin zit, dat valt erg tegen. Dus ik hoop dat deze beter gaat. We gaan gewoon door. Want van dit jaar zitten ook een paar tussen. Kijk. Zo willen we ze hebben. Dus dan heb je een hele mooie noot. Ik weet niet of het een beetje zichtbaar is. Die dus hierin gezeten heeft. Je ziet dat die zo gezeten heeft. En ik zei al van de noot is eigenlijk korter. De kern is korter als de noot. Dus er zit iets ruimte in. Maar dat zorgt er dus ook voor dat het kraken veel makkelijker gaat. En dames lange Spaans ook gewoon hele leuk om te kraken. Een hele makkelijke. Dit is gewoon echt een kwaliteitsnoot die je ook in de winkel kunt vinden. Je hebt nog een lange Spaanse. Kijk wat hierin zit. Ah, kijk, daar zit ook weer wat in. De eerste twee, dat was gewoon dus voor de gek houden. En wat ook belangrijk bij de hazelnoten is, sommige rassen, en met name zijlingen, kijk hier heb ik de eentje die is ook gekraakt. Daar zit de kernvlies. Die dus in de binnenkant van de schaal zit, die verkleeft met de kern, met de pit. Dus dan heb je niet zo'n mooie, schone, blanke noot zoals dit. Maar die zit dus helemaal vastgekleefd. En op zich, als je ermee gaat bakken, geeft dat niet heel veel. Maar als je het gaat eten, dat is gewoon niet heel, heel aangenaam. En dat is dus ook één reden waarom een ras zoveel belangrijker is als dat te kennen. Dus je hebt niet alleen dat de noten veel groter zijn. Ik zit heel veel te spieken. Kijk, dit is een zeiling. En dit is dus niet de Corylus colurna. Want die zijn veel, die zijn iets minder puntig. Maar dit is gewoon een zeilingnoot. Nou, die zijn gewoon veel kleiner. En daar heb je dus ook veel sneller of de kern eraan vastplakt. Of hij krimpt helemaal ineen. Zoals die lange Spaanse doet. Alleen met uitzonderlijk weer. Nou, ik zal er nog eens even eentje kraken voor de show.
Kijk, hier zit ook een hele mooie pit in. Dus deze noot, die is al groter als dat een menig zeilingnoot is. En hij is al groter als dat de Corillus columna is. Dus moet je nagaan, deze moet je nog kraken, die twee buitenste. En dit is een gekraakte noot. En je ziet trouwens, dit is een hele handige tool ervoor. Die kun je dus in verschillende standen zetten. Met de amandelen ook al proberen laten zien. Ik weet niet of het zo ook lukt. Ik zal het dus gewoon een keer voor de gein proberen. Kijk, als je dan goed kraakt. Je hebt de stand goed staan. Dan knijp je dus niet de binnenkant helemaal aan gruzelementen. Zodat dat je direct al pasta van moet maken. Kijk, dit zijn de lange Spaanse. Nou, dan ga ik gewoon deze eens even proberen. Wordt misschien een beetje langdradig. Maar dan kun je wel gewoon een paar leuke verschillen zien. Kijk, hij is niet heel erg vast blijven zitten. Maar je kunt zien. De Corillus columna, dat is maar de helft. Van de noot. Tenminste, als we de productienoot een lange Spaanse hebben, want dat is gewoon een productienoot. Daar is die voor verminderd. Kijk, hier heb je dat gevalletje met aan de kern blijven vastplakken. Dat hij dus aan de pit blijft plakken, de buitenste vlies. Nou, dan gaan we nu op een iets ander standje zetten. Dat is de Chantahalle. Dan kun je ook al zien, die heeft al een veel grotere noot als de Corillus columna. Of een menig zeiling. En Chantahalle, die zijn over het algemeen best heel mooi. Kijk, wauw. Dus je ziet, deze noot is korter als de lange Spaanse. Maar als we de inhoud eruit halen, dan is die misschien ook ietsjes korter. Maar per saldo is eigenlijk het kerngewicht is redelijk hetzelfde. En hier kun je ook weer zien, dit is een hele mooie gemarmerde noot. De pit, moet ik eigenlijk zeggen dan ook, hè. Kijk, zie je dat verschil? Dus de lange Spaanse is iets langer. Maar de Chantahalle die is gewoon iets dikker. Dus eigenlijk per saldo heb je hetzelfde netto opbrengst na het kraken. Dus dat is gewoon van 1 kilo ongekraakte noten naar 1 kilo gekraakte noten. En dan heb je dit verschil weer. Ja, dat ben je toch gauw verkocht, hè? Waarvoor zit de Corillus columna nog zetten? Het is een interessante boom. Het is leuk om te zien. Maar zelfs eekhoorntjes, muizen, andere dieren, die Vlaamse gaaien en dergelijke, die hebben zelfs minder aan de Corillus columna. Want je hebt gewoon veel minder noten. Of misschien het aantal is wel hetzelfde, alleen de totale opbrengst, wat er aan energie van een boom afkomt, is gewoon veel lager als van een goed ras. En daarom kun je beter dus voor een goed ras kiezen als voor een Corillus columna of een zeiling hazelnoot, dus een hazelnoot die gezaaid is. Want daar weet je nooit van of die dus een goede kwaliteit vrucht heeft of niet. Kijk, hier heb je ook een zeiling. Dus eens kijken of ik hem nog kan kraken. Kijk, deze die valt op zich mee. Wat erin zit. Het is een vrij lange pit. Valt me helemaal niet tegen, maar je ziet al gewoon. Hij is veel dunner. Hij is nog steeds de helft van die. En hij is nog steeds wel groter als de Corillus columna. Dan gaan we nu naar de Barcelona. Even kijken of ik die er mooi uit kan krijgen. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Er zit dus echt veel verschil tussen. Echt heel veel. Kijk, dat is een hele leuke. Dan denk je, het is heel interessant. Ik zei al, deze design is van vorig jaar, maar dat daar doe je dus niet voor, want die is dus weer gewoon zo groot als die. Dan kun je toch zien dat water geven ook nog wel eens belangrijk is. Kijk, dit is al een hele andere koek. Hier zie je dus dat de kern wel heel iets verkleefd is, maar dat doen ze eigenlijk normaal nooit zo. Kijk, die kunnen het nog vrij makkelijk afhalen weer. Maar deze die is nog steeds weer groter als de Chantahalle. Dus dit is de Barcelona. Dit is de Chantahalle. Dit is een zeiling. En dit zijn die Corillus columna's.
die hele kleintjes. En dit was de lange Spaanse. Dus wat heb je nu gezien? Dat de kern bij de goede rassen gewoon niet zo verkleeft. Dan net per ongeluk bij die wel weer. Je hebt een veel grotere kwaliteit noot. Met een veel betere opbrengstgewicht. Ik moet bekennen dat soms de kleine noten iets smakelijker zijn als de grote. Dat is wel zo. Dus ergens verlies je soms wel wat. Maar om het jezelf gewoon ook makkelijker te maken, zoals met rapen, met kraken, etc. Dan zie je toch dat die goede rassen, ja, die zijn gewoon 10 keer beter. Kijk in die marmering, ik weet niet of je het goed kunt zien. Dat je dus die hele, het is vooral als die iets verser zijn ook, dan zie je gewoon heel mooi die adertjes lopen. Dat ziet er gewoon ook heel leuk uit, heel kunstig. En dat is waar ook op geselecteerd wordt, dus dat die buitenste wand niet eraan vast blijft zitten. Dus grote verschillen bij een zeilingwand, hazelnoot en bij een goed ras. En dit is dus een handige tool wat ik liet zien. Wat ik nu doe is natuurlijk elke keer bij elke noot eventjes aan de kant openmaken en de kern eruit halen. Kijk, dit is ook wel zo'n mooie kern. Maar je kunt eigenlijk heel makkelijk, als je een goede standje hebt, dan kraak je eens gewoon even een boel. En dan maak je ze daarna gewoon even los. Met de hand, dan schoon je ze eigenlijk verderop. Kijk, in de mum van tijd kun je dus een heleboel doen. Dus altijd een beetje afwachten wat net de opbrengst is uiteindelijk. En dit kun je ook al met een gewone notenkraker doen. Maar dit heeft een veel langer hefboom, dus het is veel lichter werk. Je hoeft veel minder moeite te doen om het goed te kunnen kraken. Nou, ik vind het wel weer welletjes. Dus kies gewoon echt een goed ras, of verschillende goede rassen, in plaats van die zeilingen. Die zeilingen die kun je natuurlijk heel mooi langs de buitenkant zetten van een perceel. Maar waar je echt productie moet hebben, als je, laat me zeggen, een streekwinkeltje hebt, dan kun je toch echt 10 keer beter voor een goed ras kiezen. Want die komen goed in productie, minder last van de hazelnotenborder. Dat is een motje die legt een eitje in februari, maart op de hazelnoten. En dat eitje die komt uit en die boort zich in het bloemetje naar binnen toe. En later boort hij zich weer naar buiten nadat hij de kern heeft leeggegeten. Dat is dus in de zomer. En dan laat hij zich in de grond vallen, dan verpopt hij. En in de winter wordt het weer een vlindertje. En die cyclus die blijft in stand. Tenzij dat je bijvoorbeeld kippen hebt of heel veel vogels. Maar de goede selecties die hebben er dus ook veel minder last van. Of zelfs helemaal geen last van. Dus je hebt veel minder verlies. Veel meer opbrengst voor één stukje. En van een hele hoge kwaliteit. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hadden.